Yo! Ruik maar, ruik maar heel klein beetje. Het is minimaal hoor. Ergens is eraf gehaald. Wat is je domste aankoop ooit? Maar er zit één rekening bij. Echt. Oh, mijn editprogramma crashte echt de hele tijd. Ik kon het niet fixen, zelfs geüpdate, computer updaten, programma updaten, het wilde niet werken. Ik zat me helemaal op te vreten, ik heb last van mijn hand omdat ik zat te rammen op mijn bureau. En nou zit ik vol met frustratie. Gelukkig ga ik straks trainen, maar dat is pas straks. Ik moet er nu al uit. En leuk feitje, mijn moeder die staat voor de eerste ramen te zeemen. Het is nog nooit zijn mijn ramen gezeemd, dus mijn moeder is zo lief om dat te doen. Dus dankjewel daarvoor. En ik dacht, ga ik even trampoline springen. Oh, dat ding wordt nooit gebruikt. Ik zou het lekker springen, dat is goed voor je. Oh. Ik zal het niet doen, want dan pies ik mijn hele broek vol. Dat is goede content, ga maar. Oh, mijn enkel. En nu nog steeds doet mijn computer het gewoon niet. Doet het gewoon niet. Ja, althans mijn computer wel, maar dat programma niet. En ik edit met Sony Vegas, is ook echt old school. Ik ga binnenkort overstappen op Adobe. Premiere Pro met After Effects en zo, moet ik even gaan leren. Maar dat wil ik heel graag nu leren. Maar hoe komt mijn vlog dan online? Nou, daar zie je het. Mijn laptop staat binnen. Ik heb alles op mijn laptop gezet. Nou, dat zie je denk ik een beetje. Dat zie je wel. Dus die is hem nu aan het uploaden. Hij is gerenderd en hij staat te uploaden. Dus ik was even nijdig, jongen. Hij heeft me zoveel tijd gekost. Maar ja, hoort er ook wel eens bij, hè. Dat hoort er wel eens bij. En nu is het gelukt, dus dan gaan we gewoon weer door. Of niet, mam? Oh, het is wel gelukt uiteindelijk nu. Ja? Oh, gelukkig. Ik dacht al, ja, hoe moet ik dat nou? Ga jij zo helpen bij een boer die een kalf gaat bezorgen? Met die handschoenen. Die doet toch ook zo'n hele sleeve aan en hop, zo'n anus van de koe. God allemachtig. Ik heb altijd, als ik dan een tijdje niet op een trampo heb gezeten en ik maak een achteruit salto, dat ik dan helemaal draai. In ieder geval, vandaag belooft wel weer een leuke dag te worden, dus dat gaan we er ook van maken. Sowieso slapen vandaag in de ballenbakbak in de partybus met Okke. En meneer van Jor komt ook nog even langs. Wordt gezellig sporten, weet ik. Het is gewoon weer tijd voor gekkigheid. En dit is echt, dit lijkt wel alsof hier gewoon over een Cobra 6 is ontploft met een benzine jerrycan. Mijn moeder heeft net in haar broek geplast op de trampoline. Nee. Wil je het zien? Nee. Hele pisvlek in de broek, moet even komen kijken. Goed. Wil je dat niet zien? Wil je misschien ruiken? Nee, dat zeker niet. Hoezo heb je een blikje mais? Ja, gast, ik heb een hengel op mijn tas. Een hengel? Oh ja, we gaan vissen, ja, ook nog. Ja, Jorgen. Morgen maar. Morgen maar. Oké. Kijk maar naar de broek, kijk maar. Stel dat jij mijn urine gewoon niet. Kijk, zie je het niet? Nee. Jezus, kijk niet naar de kruis van je tante, joh. Zet hem voor het blok. Nee, ik lul wel. Natuurlijk niet. Maar ga even trampo springen dan. Ga jij lekker zelf even trampo springen. Maar hoe kan dat dan? Komt dat omdat je... Een hersenschudding oplopen. Komt dat door toen ik eruit kwam? Dat je dus gaat springen... Zwaartekracht en vrouw zijn. Laten we het daar maar op houden. Maar dat... En 10 pond van een kind. Ik was 10 pond, hè? Gewoon een kilo. Kilo fresh meat. Straight out of the... Dat ga ik niet zeggen. Het hoort bij het leven. Als je ouder wordt, tafel je hier en daar een beetje af. Dus, Ik heb een keizersnede ook, maar dat poep ik uit. En die groeit niet dichter. Nee. Wel veel littekenweefsel, dat wel. Hoe noem je het als twee agenten een wedstrijdje doen wie de meeste bonnen kan uitschrijven? Een bonduel. Oh, Jezus. Ik vond het zelf wel leuk. Oké, wat moet nou bij de blokkaag? Yo! Oh, Je bier vloog weg. Helemaal onder je mouw. Je schrok wel heel erg, hè? Nee. Zo, die man is gelijk aan het vissen geslagen, hè? Oh, beet een beetje of zit helemaal niks? Ja, ik weet niet hoe diep het hier is. Het is denk ik letterlijk... ik denk dat het niet eens een meter is. Dat die stijgen op blijft staan, joh. Ja, kijk dan hoe dat eruit ziet. Neem wat kapot naar. Zo, gast, je gooit dat bier allemaal. Kijk dan over je benen en over je armen zo. Ja, zo voep met die fles. Maar ook al viel wel mee, volgens mij, werd die schok. Ja, maar je stond naast me. Ja, ja, ook in je oor. Ja. Wat deed je op je telefoon? TikTok? Ja, TikTok. Als je in de bouw te veel cement vreet, dan ga je helemaal hallucineren. Wist je dat? Dan specie. Oh, ik had vanmiddag ook nog zo'n goeie, jongen. Denk echt over het raarste shit nou altijd, man. Zoals? Dan zit ik echt in mijn eigen specie. Wat is het raarste wat je vandaag gedacht hebt? Zo, ja, maat. Ik denk zoveel op een dag, dat weet ik niet meer. Er moet wel iets raars zijn bijgebleven vandaag.
Ja, maar je, ik denk niks. Weet je toch? Dat is het allergrappigste aan het Okken ooit. Soms zit Okken gewoon zo, minutenlang. Gewoon minutenlang. Ja, Okken, waar zit je aan te denken? Hè? Wat? Niks? Hoe kan je nou aan niks denken? Dat kan niet. Dat bestaat gewoon niet. Dat kan niet, gast. Nee, maar op het moment dat jij mij vraagt van... Waar denk je aan? Dan ben ik het al meteen vergeten, zeg maar. Waar ik aan heb gedacht. Je hebt echt geheugen van de goudvis gewoon. Ja. Ik hoef je alleen nog goud te verven. Ja. En dan pleur ik zo het water in en was nog beter. Dit is echt een lifehack die ik vergeten was. Als je dus tekent op een banaan, bijvoorbeeld je doet zo. Je ziet een beetje die lijntjes daar. Dan binnen een paar minuten, meestal binnen een half uurtje of zo, dan wordt het gewoon verkleurt het zwart. Nou, kijk. Willen jullie de banaan van Don zien? Bij deze. Jij wil een joggingsbroek, hè? Ik wil heel graag een joggingsbroek. Ja, dan gaan we even regelen. Oké, wij gaan dus overnachten in de ballenbak in de Vibus. Die hebben we laatst gemaakt. En we dachten, nou, dat moet eigenlijk ook in pit ook, hè? Anders niks. Balpitten. Balpit. Ballenbak. Als je die vlog nog niet gezien hebt, flashback! En wil je hem nog kijken? Dat kan natuurlijk gewoon. Dan moet je hem even opzoeken. Ballenbak maken in de Vibus. Al een staal. Ja. Dat het hout was. Oké, dus jij wil een Borat. Ja. Dus wat voor string wil je? Als je komen klein hebt, dan... Ja, die gaan we even erbij pakken. Even kijken, waar is dat ding? Oh, daar, kijk. Oh, je hebt er nog echt in. Je trekt maar aan. Nee. Die is schoon hoor. Denk ik, ruik er eens aan. Nee. Wie denk je dat die is? Die draag jij natuurlijk. He? Die draag jij natuurlijk elke dag. Nee. Maar je zei van wie denk je dat die is? Toch? Nee. Oh, ik dacht dat je dat zei. Nee, dat zei ik helemaal niet. Hier ook. Hier hangen er twee. Oh, zo, die zijn goed. Die blauwe is een beetje de grotere. Oh, neem dat is chiller. Oh ja. Zit even wat ruimer. Okay. Want die ballenbak, wij hebben het verleden in een normale ballenbak geslapen, maar dat is koud, hè? Die ballen zijn heel koud. Dus we moeten ons echt inwikkelen in onze dekens. Dus we gaan ook even dekens pakken en zo. Dit wordt leuk, jongen. We nemen de PlayStation mee en dan gaan we gewoon even gamen. En gaan we gewoon even chillen of goede gesprekken en zo. Helemaal goud, jongen. Ja, wat, we gaan het over, joh. Geweldig. We gaan het gewoon weer doen voor de tweede keer. Let's go. Waar hadden we toen in geslapen, ouwe? Wat weet ik niet meer. Was het nou? RS6? Oh, een RS6, ja. Mijn oude, in mijn andere RS6. Die zwarte nog, ja. Kom toen... ik wel aankloppen. Ja, gaat alles wel goed. Wij doen er 20 jaar over in mijn slaap te vallen. Kom mijn moeder, heel lief hoor, kom checken. Maar echt, eindelijk, denk ik dan 5 minuten, eindelijk de rust hadden om gewoon te knikkenbollen. Eindelijk werden we, ja, man. Konden we een houding vinden, gewoon puur van ellende. Echt om 2:30 s'nachts of zo. Jongens, gaat alles goed? God, van nou, nu niet meer, nee. Ja, ja. Dan gaan we even naar deze kamer. Dit is de voorraadkamer voor alle logees altijd eigenlijk. De voorraadkamer van matrassen. Kijk, dit is pils, hè. Oh. Ja, dat zou ik ook zeggen. Dit is echt pils. Ja. Ruik maar, ruik nog een heel klein beetje. Het is minimaal hoor, ergens is eraf gehaald. Ja, jij ruikt dat, ik niet. Ruik je dat niet? Nee, het is best wel goed schoongemaakt, alleen die vlek blijft natuurlijk. Ja. Oké, deken mee, wil je nog meer mee, wil je chaps mee? Zo zie je die ballen die flikkeren uit die bus, dus ze kunnen sowieso niet echt veel drinken of zo. Want als je dan moet pissen, ja, of je moet een fles meenemen of zo. Van... Nee, ik heb net gepist. Oké, dan pakken we de PlayStation en gaan we die bus in. Goed plan. Ja, die motor gaat de hele nacht lopen, anders gaat de accu dood natuurlijk. Even laten voorgloeien. Dan zeg je wel die ellende natuurlijk met die gloeien. En dan... loopt als een zonnetje. En dan zetten we een beetje op de midden van de oprit, zodat we ruimte hebben. Kijk, zo. Ik heb het hek dicht gedaan. Zodat als er wat ballen uitrollen, dat ze binnen mijn ding blijven. Dat ze in mijn tuin blijven, anders dan dat is makkelijk opruimen. Als het morgen overal over de straat ligt en zo, dat moet je niet hebben natuurlijk. We moeten hem open doen, dan moeten we hem stutten en dan kunnen we alles naar binnen brengen. Oh. Oh, die gaan we nooit dicht krijgen in de deur. En dan moeten we Jor even roepen. Oké, ja, Jor moet die deur gewoon dicht doen. Hij hoeft niet per se goed af te sluiten als hij er maar niet meer uit te flikken. Jor, dankjewel man. Hij heeft nu per se goed af te sluiten als hij maar in zijn slot valt, weet je wel. Oké, dat is 1. Oké. Nu is de uitdaging. 3, 2, 1. Duwen, Jorg, duw jij maar gewoon aan. Iets harder, er is bijna erin. Doe anders 1 keer naar achter en dan ga jij trappen en dan tegelijkertijd. Wacht, Jorg. Nou, als jij gewoon met een touw vastknoopt,
Dat komt wel goed, denk ik. Ja, daar zitten we dan. In de partybus, in de ballenbak. Jorg heeft de touw omheen gedaan. Die gaat er binnen, die sluit binnen af. En daar zitten we dan ook. En het mooie is, we hebben gordijntjes. Dus de gordijntjes dicht. En tv's aan. En chillen maar. Vind je het goed als ik aan je gat zit? Oh. Oh. Oh, Bokke, je ziet er moe uit. Hoe zou dat nou komen? Geen idee hoe dat zou komen. Ik weet wel dat ik een mooie achtergrond heb. En als ik mijn duim weghaal, dat je een blote bib ziet. Heb ik die al laten zien aan jou? Nee. Mees heeft mijn blote kont als achtergrond, denk ik die van hem. Dat noem je echte bromance. Oké, jongens, ik heb net even deze story geplaatst. Ik zal hem even hier zo zetten. In beeld. Op mijn Instagram, volg me zeker dan de jong laatste reepje. Nou, met wat vraagjes. Hey, Ok, worden we elkaar wel zat? Worden jullie wel eens zat van elkaar? Nou, worden alleen zat van pils, dat weet ik wel. Ja, nee, eigenlijk niet. Ik ben helemaal nooit zat geweest om eerlijk te zijn. Nee. Ik heb jou heel vaak zat gezien, maar... Ja, nee, eigenlijk niet. Dat is wel een goede vraag. Ooit Jonko geklapt? Ik heb nog nooit een joint gerookt. Nog nooit. Waar klapt? Ja, ik deed zo. Ik heb wel eens wat dingetjes geprobeerd hier en daar, maar een jonko nog nooit. Ik heb wel eens een theetje geprobeerd. Die viel helemaal verkeerd. Ik moest niet barf of iets, maar dat is een eerste. Dat is wel 2 jaar terug of zo. Heb ik nog nooit gedaan, man. Terwijl ik alleen maar slaap. Ik kon alleen maar in mijn nest leggen, joh. Dat is helemaal honger. Ja, dat moet je niet doen, joh. Dan heb je helemaal geen kut aan. Mijn vragen zich wel wat voor thee het was. Bosbes. Bosbes? Wat voor thee het was? Ja. Het was groene thee. Ja. Normaal gesproken zou ik over 3 uur mijn wekker al hebben. Ja, dan moet je 6 uur uit. Ja. Nou, zal ik je wat vertellen? Ik moet gewoon 9:30 eruit, hè? Ja? Ik heb 9:30 afspraak. In Bloemendaal, dus ik moet gewoon eruit straks. Zo, dat is fucked up. Wat is je domste aankoop ooit? Ook, wat is jouw domste aankoop ooit? Wat is mijn domste aankoop ooit? Ja, vertel het eens. Dit is wel echt disrespect naar dat merk, maar dat is Air Up, man. Air Up? Ja, wat is dat? Zo'n waterfles doet zo'n geurtje op en ik dacht van, oh lekker, weet je wel, lekker appelsmaakje terwijl je water drinkt. Nou, ik gebruik dat ding nooit. Het kostte maar €50, ik gebruik dat ding nooit. Maar het is wat is het? Air Up, dat is zo'n drinkfles. Air is zo'n drinkfles en doe je gewoon water in en heb je een soort bepaald geurtje en als je gaat... Geurtje! Ja. Kom je leien? Ja, leien. En als je dan gaat drinken, komt die geur, dan ruik je die geur waardoor je hersenen denken dat jij... appelsap drinkt of zo. Maar er zit helemaal geen appelsap? Nee. Het is gewoon puur normaal water. Puur normaal water en ik doe het geur. Gewoon H2O gewoon. Ja. Maar ik gebruik dat ding nooit. Dat ding staat al echt letterlijk 5 maanden stil met hetzelfde water nog in. Ja, echt waar. Zal het nog naar appels maken? Er zit een ander geurtje aan, denk ik nou. Ja, die van mij denk ik een aquarium. Die al niet. Die al een paar maanden in mijn garage staat. Ja, jij bent een aquarium. En een groot ook. Gekocht voor mijn crypto-winst. Nou, gast, ik was helemaal blij met een aquarium. Toen dacht ik, ten eerste, kut, hij is veel te groot. Ten tweede, ik ga die vissen niet houden. Want dat is gewoon zielig voor die vissen. Dat ga ik gewoon niet doen. En dan weet ik, dan gaan mijn ouders of mijn vrienden ervoor zorgen. Nou, dat wil ik ook allemaal niet. En het is gewoon dom. Dus ik denk dat ik hem gewoon weg ga geven aan even aan de kijkers. Maar ja, wie wil er zo'n groot aquarium? Jezus. Dat is ook, ja, kom dat vind ik zo dom, ouwe. Gelukkig heb ik van Wins gekocht. Nou, wat moet ik er nou mee? Ik ga dat ding echt niet opzetten. Ik heb ook net geen goede plek voor, want hij is veel te groot. We hebben onder de airco zetten in de woonkamer, aan het einde van het keukenblad, weet je wel. Niet tegen de keuken, maar bij de muur. Maar ja, what the fuck, ouwe, dat ga ik echt niet doen. Ik kan me op zo'n idee. Dat is echt een kut aankoop geweest. Maar voor de rest heb ik bijna nooit spijt van de dingen die ik koop. Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat je dat kut vindt, ja. Maar wanneer koop ik onnozele dingen? Buiten mijn vlog om. Nooit? Nee. Ik ben spent sowieso niet veel geld aan auto's, maar voor de rest helemaal niks. Geen kleding, geen helemaal niks. Jij koopt nooit, ja, als je dingen koopt is het echt nuttig. Maar dan is het ook voor je video, zeg maar. Ga je met een aquarium, ik voel me ook met mijn Air Up. Ik ben totaal niet koopziek of iets. Jij ook niet, hè? Ja, ik word wel lichtelijk verslaafd aan dingen kopen. Want dan denk ik van, ja, wel? Hé, hey, dat is leuk. Maar jij bent zo'n hebben dingetjes, gast. Jij bent zo'n hebben dingetjes. En dan heb ik het en dan doe ik er nooit mee. Nee, dat was ook toen je vriendin had. Dat is niet waar trouwens, maar dat was gewoon voor het grapje. Ok en ik hebben altijd zoveel geluk in de liefde allebei. Ja. We zetten ons allebei totaal niet in. Weet je ook, hoe liever je bent,
hoe kutter het wordt. Ja. Ik wist ook niet wat het was. Wat? Alles. Hoe bedoel je? Ja, ik wist ook niet wat het was. Wat, Oh, je bedoelt, je weet ook niet wat het is. Dat als je dat. Nee, als je ja. Niet, ja, nee. Blijkbaar willen dames. Ja, dames vallen op klootzak ook. Ja, dus ja. Ze moeten gewoon vrouwenvriendelijk worden. En niet aan grapjes maken, maar daadwerkelijk vrouwenvriendelijk worden. Dat werkt weet, blijkbaar. Weet je wat ook werkt? Gewoon nooit meer vriendin nemen. Ja, en dan? Liefde is een van de meest pure dingen die je kan ervaren. Maar ja, dat kan je ook een beetje breken natuurlijk. Een beetje? Nou. Ja, daar blijft niet veel van je over, nee, na een break-up. Maar, dat, nee, maar is, jij gooit nu helemaal de deur dicht. Of als je, nee, dat niet, maar... Je bent wel iets voorzichtiger, dat is het meer. Of je bent er nu nog even niet aan ja, toe. Er zit geen deuk in mijn... Hoe zeg je dat? Een deuk in je vertrouwen? Een deuk ja, in je... Er zit geen deuk in mijn fucking neer. Er zit gewoon een gat. Gewoon zo'n gapend gat. Ja. Gewoon een soort alsof er een mortier gewoon recht door je hersenpan is gevlogen. Ja, ja daar kan je het wel een beetje mee vegen. Ja, daar zit ook een gat geloof ik. Ja. Nou, weet je wat het ook is? Het is ook een enorme dreun op je zelfvertrouwen. Op vertrouwen en zelfvertrouwen. Dat nou. Je denkt, ik ben de beste versie voor mezelf, voor die persoon. Maar wat krijg je dan voor terug? Alleen maar ellende. Dus ga je nog meer je best doen. Ja, alleen maar ellende. Hey. Nou. Zit je te vreten. Dus wat is de conclusie? Homo worden. Daar is niks mis mee. Nou, oprecht. Zouden gay koppels minder gezeik hebben? Oh, dat weet ik wel. Maar dat ligt er denk ik aan of je... Jongens staan nuchter in het leven. Nee, maar als je erover nadenkt. Wij staan nuchter in het leven, bedoel ik. Ja, behalve op zaterdag en zondag. Ja. Als je denk twee mannelijke gays hebt, dan is het denk ik veel minder gezeik. Maar heb je een wat verwijfdere meneer, dan is het misschien weer anders. Maar dat weet ik niet. Ja, dat weet ik ook niet. De beste vriend van mijn moeder... Dat is wel echt een nicht, weet je wel. Gouden gast is dat ook. Die heeft echt zulke erge humor. Maar dat is misschien wel een beetje een wijfje dan in de relatie. Dat is dan de dame, denk ik. Ja, dat is iets ja, waar maar ik denk wel... Natuurlijk hebben ze wel miscommunicatie met elkaar. Maar ik denk dat het veel minder erg is. Nou, ontdek die wereld dan gewoon. Nee, ik vind het goed zo. Geniet nou, toch? Ja, ben je gewoon aseksueel op het moment. Ik hoef even helemaal niks. Moet wel eigenlijk meer vallen op innerlijk dan op uiterlijk. Nee, ja, nou lijkt het weer alsof mijn hele vorige laatste slecht was. Dat is natuurlijk niet zo. Nee, zo slecht was het niet, behalve als jullie samen waren. Nou, jullie hebben al wel door hoeveel frustratie we hebben in onze hersens. Onder die diepgaande gesprekken, hè, als je in zo'n hok zit opgesloten. Maakt niet uit waar je nou zit. In een slaapkamer of in een woonkamer. Of altijd als je soort ergens zit gewoon. En je zit niet op je telefoon. Dan zijn of het gesprek heel diepgaand of het zijn alleen maar kutgrappen en verhalen. Ja, maar als het nou eenmaal begint, dan stop je ook niet over dat onderwerp. Ja, dat lijp is dat, hè. Maar zie jij het zitten om binnen nu een maand of zo een nieuwe vriendin te hebben? Zie jij het zitten? Nou, ik vind het best. Maar als het maar goed zit, weet je. Als het gewoon heel natuurlijk gaat, totaal niet geforceerd, dan is het superleuk. Nee, ik vind het superleuk, hoor. Ik sta voor alles open. Absoluut. Maar ik ben er niet naar op zoek. Totaal niet zelfs. Ik ben eigenlijk vanaf mijn 16, 17 eigenlijk altijd bijna wel met iemand geweest. Korte periodes dan. Ik heb nog nooit een echte lijp slette periode gehad of zo, man. Dat is wel wat iedereen een beetje heeft natuurlijk. Of heeft gehad in zijn jeugd. Maar ja, ik ben pas 22. En ik ben nu single en niks op zoek. En het begint al een beetje op gang te komen. Nou, dus misschien wel, misschien niet, weet je. Ja, maakt me allemaal niet uit. Ja. Niks geforceerd. Wat gebeurt, dat gebeurt. Ja, ja, en, precies dat. Dan heb je goed verwoord. Ik zou zelf niet op Tinder gaan of zo. Ja, wat is hier van dating apps? Ja, dat vind ik zo'n complete onzin. Ja? Ja. Hoezo? Als jij niemand kan vinden, dan wel via een app. Ik ken zoveel mensen die inmiddels samen zijn door een dating app. Het is niet echt een taboe meer ook. Nee, maar ik zou het zelf niet doen. Ik weet niet, dat voelt gewoon niet... Ja, ja, het staat misschien te ver van je af even nog. Of niet? Ja, nee, maar ik zou liever iemand gewoon... ontmoeten ergens. Ja, ergens ontmoeten. Ja, dat kan dan via die dating app. Maar dan moet je eerst met elkaar appen, weet je wel. Ik heb liever gewoon... Dat je elkaar ziet, denk je van... Yo, weet je wel. Iedereen die nare ervaring hebt met liefde... Eén ding is belangrijk... Het was gewoon de verkeerde, weet je. En je hebt niks voor niks de uitspraak. Op elk potje past een deksel. En het is gewoon belangrijk dat je het verwerkt. En dat je dan gewoon lekker doorgaat, weet je. Het is iets wat iedereen meemaakt. En de een breekt het harder dan de ander. Maar weet dat je altijd gewoon jezelf op één moet zetten.
Maar je kan altijd een gedeelde eerste plek hebben natuurlijk. Maar je moet jezelf gewoon niet wegcijferen voor iemand houden. Dus voor de mensen die momenteel door een break-up gaan, hou je sterk. Je komt er 100% uit. En altijd, het komt altijd weer goed. En je kan toch dan beter een air-up hebben in plaats van een break-up. Ja, dat wel, ja. Toen jij je break-up had, ging je toen zielige muziek luisteren? Nee, totaal niet. Ik ook niet. Gast, ik wou bijna boeken gaan lezen, ouwe. Nou, dan zit je echt in een depressie. Ja, dat heb ik gelukkig nu niet meer, dat gevoel. Zo. Ja. Nou, dat zou ik echt het laatste in mijn leven doen. Dus lezen, om een soort rustende afleiding te vinden, weet je wel. Ja. Zou je dan zo'n soort zo'n boektablet kopen of zo? Een e-reader. Nee, niet een e-reader. Nee, echt een papieren boek. Ah, ik dacht, ik moet dus uit. Ik vlieg in mijn eentje naar Valencia. Dat had ik echt in mijn hoofd. Hè. Ik vlieg in mijn eentje naar Valencia. En dan ga ik gewoon 3 dagen lang... in een soort oudere resort waar niemand je lastig valt, gewoon boeken lezen. Dat dacht ik echt. Gewoon, je bent echt jezelf niet. Als je snickers hebt. Nee, je hebt helemaal ontspoord. Gewoon gehersenspoeld. Gewoon. Ik heb wel heel veel nagedacht. Heel veel. Constant. Ik kreeg het niet uit mijn harses. Ja, dat was echt bizar. Op een gegeven moment werk ik ook gewoon gek van mezelf. Ook gewoon tijdens werk. Altijd als ik werk of zo, dan leg ik altijd mijn gedachten ergens anders. Maar dat was gewoon onmogelijk. Gewoon. Dat was onmogelijk. Dus ik had ook nog nooit een break-up meegemaakt of iets. Dus ik had ook helemaal niet het idee van, ja, wat verwacht ik. Ja, dus weet je wat het is? Het is altijd een soort van... Ik denk, een gemiddeld persoon heeft wel een paar vrienden, vriendinnen, weet je wel, in zijn jeugd. Maar er zit 1 break-up bij die je echt pakt. Er zit altijd 1 break-up bij die je echt gewoon even helemaal naar nul zet. Gewoon absoluut nul. Dat je bijna zou denken van, nou, als nu een vrachtwagen me zou raken, dan maakt het niet meer uit. Ik denk dat er altijd wel zo'n break-up tussen zit. Als je een beetje vriend of vriendin hebt gehad, maar... Maar daar kom je uiteindelijk dan, daar leer je uiteindelijk zoveel van. En dat moet je ook zien als een soort leerpunt, als ontwikkeling. Je weet nog beter, letterlijk op elk vlak wat je wil en hoe je ergens in staat. En je leert ook heel veel over jezelf. En het is enorm ontwikkelen gewoon. Dat is het. Je moet het niet zien als een negatief iets. Je moet het positieve eruit halen van, hey, dit leer ik ervan. Zullen we yes erop zetten? Ach jij, joh. We maken het allemaal mee. En uiteindelijk gaat het leven gewoon door, oké? Ja, nou, geen kracht meer, man. Ik denk dat we gewoon lekker maar gaan pitten. Het is 4:30 bijna. En slaapgebrek tot de max anders weer morgen. Dat heb je sowieso, denk ik. Oh ja, man. We gaan er even goed voor liggen. Ja. En dan gaan we heerlijk proberen te tukken in de partybus. Ik heb er ook echt zin in. Ik ook, man. Ik heb echt zin om te slapen. Helemaal super. Goedemorgen. Goedemorgen. How are your feelings, sunshine? Ah, feeling fucked up, man. Ik heb redelijk goed geslapen, moet ik zeggen. Ik heb echt goed geslapen, man. Wauw, het is mooi weer. Ja, man, wordt nog zo mooi. Mijn bier staat koud. Oh, mijn god. Oh, mijn god, het past gewoon door het luik. Ik dacht heel even dat ik vast zat. Ik dacht, dit film ik niet, het lukt toch niet. Maar het lukte gewoon. Mijn kont bleef even haken, dus ik raakte even in paniek, want ik kon niet meer terug met mijn borst. Ik heb mezelf er toch doorheen gevrongen. Maar, okkenmoe nog. Dus, zo. Wow, dat hebben we vorige keer ook zo erg geprobeerd. En nu lukt het wel niks allemaal. Ik heb de hoofdsteun er ook afgehaald hier. Maar het was proppen. Het deed echt pijn aan mijn borst. Ik moest hier, dit bleef helemaal haken. Oké, okay, give it a try, bro. Je moet helemaal uitademen. Helemaal uitademen. Zo, hoe de fuck doe jij dit dan? Je bent dunner dan ik, dus je kan het sowieso wel door. Nee, je denkt dat je blijft, maar je moet gewoon nu doorduwen. Dus helemaal uitademen. Helemaal uitademen. Nee, ik kom er echt niet doorheen, man. Ja, je moet gewoon keihard doorduwen, nee, ouwe. Ik ken je wel, toch? Man. Nee, ik ben echt dik. Ik kom er echt niet doorheen, man. Ik voel het echt al meteen. Dat dacht ik ook. Ik zat precies hetzelfde. Je moet een beetje schuin. Je moet een beetje met je schouder hierin. Godverdomme. Ja, nu helemaal uitademen. Rug recht. Ja, dat zie je. Daar kom je al. Oh. Zo. Ja, dat doet even pijn. Ja, je moet heel even doorheen. Je hebt je schouderbladen ook omhoog. Of zo. Uithalen. Ja, dat doet echt tegen. Oh.
aan mijn hoofd. Oh. Ah, hier, man. Hoe dat eruit komt. Met je avondnoten. Oh, mijn god. Ja. Ik kwam echt hier zo over. Die bleef zo klem of zo. Oh, ik ga mijn tanden eerst even poetsen. Morgen. Ja, ik ook. Zo, dat doet echt zeer. Nou, dames en heren. Wij gaan die teringbus op zijn plek zitten. We zijn er helemaal klaar mee. Het was prima. Het was vooral heel leuk. We hebben heel chill gepraat. We hebben veel gelachen. Het was weer heel leuk. En ik hoop dat jullie gewoon meegenoten hebben. Hopelijk zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Hopelijk om 5 uur. En anders niks. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ook wil je nog wat zeggen? Oh, ik heb mijn telefoon. Oh, je dacht dat je na. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later, toppers. Toilet. Echt? Ja. Eu de toilet.